Dan ga ik Pier welkom heten. En eigenlijk is dat een man die geen introductie nodig heeft. Pier is de man achter Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. En als ik dit soort dingen doe, dan google ik altijd even. En ik dacht, ja, ik hoef op Pier eigenlijk niet te googlen, maar dat heb ik toch gedaan. En dan kom je toch tot leuke dingen. Ten eerste, Pier heeft een eigen pagina op Wikipedia. Ik wist dat niet. Maar dan ben je wel heel belangrijk als je zo'n pagina hebt. Wat ik niet wist en wat velen ook niet. Pier is een Delfts ingenieur. Wow. Een civiel nog wel. En hij heeft zijn, ik hoop dat ik het goed zeg, zijn promotie gedaan over predictive compute. Computational model for beach and dune erosion during storm surges. Het is juist. En waarom vertel ik dit nou dit? Omdat het aangeeft dat Pier eigenlijk toch wel heel dicht bij zijn eigen leest is gebleven. Hij wilde deze dag ook vandaag. Ik dacht dat hij dat voor ons deed, maar ja, misschien toch wel ook wel een beetje voor zichzelf. Pier, ik geef jou graag het woord. Dankjewel Joost. Ach ja, ijdelheid is niemand vreemd, maar ik zal u geruststellen hoor, het is niet voor mij. Maar het is eigenlijk voor de uitspraak van Siebe Schaap in 2008. Toen was er een mooi artikeltje in de krant over doorbraakvrije dijken. En hij kwam meteen terug, voorpagina Telegraaf, die willywortels moeten van onze dijken afblijven. Nou, dat maakt natuurlijk wel, dat maakt je een beetje boos en denkt, goh, zou dat echt zo zitten bij de waterschappen? Maar we hebben nu gehoord aan de inleiding van de STOA-directeur dat de waterschappen wel degelijk nadenken en ook proberen Willy Wortels in te schakelen. Doorbraakvrije dijken, ja, het is allemaal niet zo nieuw. En Joost Buntsma was inderdaad in Japan. Ik was er jammer genoeg niet bij, maar wel kennissen van mij, Karel-Jan Reigersman, die kwam terug uit Japan. Die zei, god, daar hebben ze superdijken. En waarom? Dat tsunami waterhoogte kunnen ze nooit voorspellen. Dus ze moeten iets maken wat zelfs tegen een stormvloed van 12 meter bestand is rondom Tokio. En dan maken ze dus hele hoge dijken. Jullie waren geloof ik wel onder de indruk. En er zijn toen mensen ook mee doorgegaan in Nederland. Ik dacht Matthijs Kok met, hoe heet het ook alweer, zijn organisatie HKV, heeft toen ook een plan gemaakt voor superdijken in Nederland. Vooral flankerend rond de Betuwe, zodat dat water allemaal maar in één keer naar de zee zou kunnen. Maar het is eigenlijk nog ouder. Edelman heeft ook alles geopperd, zo 50 of 100 jaar geleden, weet ik niet precies. Maar van je moet eigenlijk die dijken zo breed en groot maken dat ze niet door kunnen breken. Maar je kan nog verder kijken, en dat was mijn proefschrift destijds. Hoe veilig zijn de duinen in Nederland? Heel veel proeven gedaan, 10 jaar aan gewerkt. En de uitkomst was, als die waterstand op zee ooit plus 5 kan worden, met al die golven, als je de duinen dan plus 8 maakt, dat is eigenlijk helemaal niet zo hoog, maar je hebt ze 200 meter breed, nou dan breken ze in geen 100 jaar door en geen enkele storm komt daar doorheen. Dus eigenlijk onze duinen zijn al doorbraakvrije waterkeringen avant la lettre, door de natuur gemaakt. Nou, in 2007 kwam dit idee 6 weer op. Klimaatverandering werd belangrijk, maar vooral 50% van onze dijken bleek niet te voldoen aan de richtlijn, aan de eigen richtlijn. En dat was toch wel dramatisch, dus er kwamen allemaal ideeën om het anders en beter te doen. Vrijling van de Technische Adviescommissie Waterkeringen zat toen al op het idee van robuuste dijken, dus maak ze eigenlijk 30% sterker dan echt nodig, dan gaan ze ook wat langer mee in de tijd. TNO heeft een plan gemaakt om heel Nederland op te hogen. En dat was ook nog wel technisch haalbaar, vonden ze. Zand genoeg in de Noordzee. En als je dan toch die tuinsteden moet vernieuwen, nou, hoog ze dan meteen op. Nou, ik heb al genoemd HKV, Matthijs Kok met zijn superdijken en anderen hoor. Ik wil niemand tekort doen. En de grondmei, en daar heb ik toen aan meegewerkt, kwam met het idee terpdijken.
Kijk, we hebben het over doorbraakvrije dijken, maar we hebben het nooit over doorbraakvrije terpen. Die zijn gewoon doorbraakvrij. Ja, tenminste, en een berg is, heb het ook nooit over of die doorbraakvrij is. Die is het gewoon. Nou, kun je nou niet met Building with Nature ook het niet in die hoogte zoeken, wat de superdijken vooral doen, maar in de breedte. En ja, hoe doe je dat? Nou, ik hoop dat we daar vandaag weer wat meer over leren, want ik heb ook, er zijn natuurlijk heel veel tegengeluiden gekomen. Het begon al met Willy Wortel. Dan moest er van afblijven. Dat is natuurlijk een mooie Pavlov-reactie. Maar ook het CPB heeft gewoon gezegd, het is gewoon veel te duur. En de extra veiligheid per euro is niet zoveel. Toen kwam PBL weer met een rapport. Nee, als je Nederland snel wil beschermen en je doet er langs 200 kilometer brede dijken of zo, dan zijn we al een stuk veiliger. Dus de meningen zijn verdeeld. Nou, ik heb me de laatste 4 jaar niet meer zo met onderwerp bezig gehouden. Ik ben eigenlijk zelf ook heel erg benieuwd waar Deltares en anderen nu mee komen. Maar dat we wat moeten doen, er zijn eigenlijk 4 argumenten waarom we hier zitten. Het restrisico wordt steeds groter. Hè, als je die dijk alsmaar hoger maakt en de zee omhoog gaat en het land daalt. Nou, dat wil je eigenlijk niet. De veiligheidsbeschouwing is gericht op bezwijkanalyse. Hè, dus of een dijk houdt het, of je hebt een totaalramp. Dus die schadecurve is 0 en dan ineens 100 miljard. Het is wat karikaturaal, maar je wil eigenlijk naar een inherent veilig systeem, zoals een nucleaire reactor. Als het misgaat, moet die vanzelf afschakelen. In ieder geval, hij moet niet escaleren. En wij hebben een soort escalerende veiligheidsbeschouwing met de dijken. En dat is niet zo handig. Nou, daar komt dan nog eens bij multifunctionaliteit. Nederland is niet zo groot. En kunnen we nou niet veel meer die waterkering combineren met natuur, met bebouwing, met recreatie, fietspaden langs de dijken. En tot slot Building with Nature. Moet het allemaal zo met beton en staal, of kunnen we ook gewoon grondverzet, hè, à la de zandmotor. Nou, hebben we geen zandmotor voor de dijken. Ik denk dat er heel veel kan. Wat wel eens wordt vergeten, hè, ook zo'n CPB die zegt het is te duur. Maar de ideeën erachter die wat mij betreft doorbraakvrije dijk zitten, dat je die over 100 jaar heb je alle dijken doorbraakvrij. Je hebt er ook wel 100 jaar voor. Nou, daar wou ik dit mee starten. Het hoeft vandaag niet allemaal opgelost te worden, maar om een stapje te nemen zou mooi zijn. Dank.